Op woensdag 11 november is het kruis op de Broederenkerk teruggeplaatst. Dit in verband met de afronding van de werkzaamheden aan de buitenkant van de kerk. Het heeft 2 jaar geduurd. 2 jaar heeft de kerk hier stilgelegen. En de vooruitzichten waren nog niet erg positief. We hebben wat druk uitgeoefend. En dat betekent dat we nu voor de kerst open gaan. Dat betekent dat de stijgers nu worden afgebroken. De buitenkant is klaar. Binnenin moet er nog wel wat gebeuren. Maar de buitenkant is zeg maar klaar. En daarom werd als het ware de laatste steen gelegd. Ofwel het kruis geplaatst op de toren. En dat is vanmiddag gebeurd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God zegen dit kruis, de gerenoveerde Broederenkerk, zodat de mensen die hier samenkomen uw liefde en uw goedheid weten uit te stralen naar het voorbeeld van zo straks geboren Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, de levende, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nou, we hebben toch behoorlijk in de kap meer werk gevonden wat rottigheid en bonte knaagkever betreft. Vooral de vieringtoren, daar waren de stijlen heel slecht van. En veel meer muurplaten hebben we vervangen. Als alles volgens schema verloopt, zullen de stijgers volgende week verwijderd worden. Ja, we zijn nu met het laatste deel van het hoge werk aan het opleveren. En volgende week gaan de stijgers naar beneden toe, zodat we de kerst vieren zonder stijgers voor deze gevel. Een aantal weken geleden is er ook al vloerverwarming aangelegd. In de kerk zullen de komende tijd nog een aantal werkzaamheden plaatsvinden. De vloer is helemaal afgedekt met beton en daar wordt nu natuurstenen opgelegd. Binnen zijn we met de inrichting nog bezig. We hebben de vloer niet helemaal afgekregen voor kerstmis. Daar gaan we direct start volgend jaar gaan we daarmee verder. Wanneer de officiële opening van de kerk plaats zal vinden is nog niet duidelijk. Dit zal gebeuren nadat het orgel is teruggeplaatst. Voorlopig is de kerk wel geopend met de kerstdagen. Er komt inderdaad voorlopig een opening met de kerst. Maar de kerk gaan we officieel openen nadat het orgel geplaatst is. En het orgel wordt nog gerestaureerd. Dat duurt nog tot juni. En dan zullen we na juni een datum bepalen, misschien vroeg in het najaar, dat we de kerk officieel gaan openen.